Hallo iedereen, mijn naam is De Crest en welkom bij een nieuwe aflevering van Far Cry 5. We gaan in deze aflevering een nieuwe missie doen voor de sheriff. Wat zal het zijn? Wel, dat kan je nu zien in deze video. Oké, laten we hier eerst even starten. Ik ga de sheriff even aanspreken. Ik heb een job dat moet doen. De laatste 2 dagen hebben we een paar mensen gaan missen. Alleen van wat we kunnen vertellen. They weren't lost in the Bliss. There's been rumors of some place run by Faith's favorites. Ah. The kind of place nobody comes back from. Torture, drownings, sacrifices. People say anyone who doesn't walk Faith's little pilgrimage winds up here. I think we got a real problem on our hands, and I need someone to check it out. Someone who can handle themselves if it turns out to be more than just stories. Be careful, Rook. Oké, verlossing. Laten we dat eventjes zien waar we naartoe moeten gaan. Oké, we moeten dus blijkbaar hier naartoe gaan in Rock Bass Lake. Dat is wel een eindje vanaf hier, maar we zullen wel snel naartoe gaan. Dus daar gaan we nu naartoe. Verlossing. Oké, we kunnen anders terug zo'n helikopter pakken. Dat is wel heel gemakkelijk. Oké, laten we eens zien. Oké, hier is hij. Mijn helikoptertje. Is maar klein, maar daarmee gaan we het doen. Oeh. Ah, we zijn weg. Oké, we hebben nog een eindje te vliegen, maar dat komt wel goed. Ik vraag me eigenlijk af wat deze missie gaat zijn, want het was maar een beetje cryptische uitleg van de sheriff. Er zijn dus 2 mensen verdwenen en wij moeten die op een of andere manier zien terug te vinden. Een spoorwegtunnel precies. Dus laten we maar een keer gaan zien, hè. Rook, I don't think those were rumors. The scout team just reported in a cult priest is a spot heading your way. Can't be a coincidence. You only have a few minutes to secure that area. Move carefully in there. They probably have hostages. Oké, dat is niet zo goed. Het zijn gijzelaars. Een keer zien. Daar is iemand. Van boven ook. Oké, die kan een noodsignaal doorgeven. Oké, dat is een van de gevangenen. Maar het zijn er wel veel, ze. Hoe passen dat ze ons niet zien? Do you see it? The transformative power of faith. The poor souls who struggle with doubt are brought here to be enlightened. It's beautiful, isn't it? You gotta help me, please. Thanks. Ze hebben ons opgemerkt, denk ik. Oké, wat komt er? You're as good as damn!
Oké, ik heb er een gevonden. Het is hier een labyrint. Misschien nog vast ook. Stop met lopen! Ah. Oké, waar komen we er nu nog? Werkt. Komen er nog af. Oké, ik kan misschien ergens een zwaar geschut proberen te vinden. Oké, gevonden. Oh. Ah! Hey, brand. Een vlammenwerper. Kom aan. Wegwezen. We gaan het verplaatsen. We zullen ons niet vinden. Daar zijn ze. Kom aan. Oké, okay, kom maar naar omhoog. Oké. Verdedig. Kom daar, kom in orde. Waar? Ik zie geen boten. Ah, daar. Ah, verdorie. Oké, kom maar. Oké, dat is alleen. Wow. I hope you're ready, Rook. If our timing's right, that priestess is gonna arrive any second.
Daar is ze. Oké. Kom maar op. Kom maar op. Wel, dat werkt, hè. Dat klopt. Alright. Verlossing voltooid. Was leuk. Hey Rook, Sheriff here. If my intel is right, you've been freeing our people from the cult. Wish I had 10 of you, then the fight would already be over. We got lots more hostages out there. Faith, our people are torturing them or turning them into angels. Scrambled eggs, as Tracy says. You find them, Rook. Set them free so they can come home. Hallo. I hear rumors that the cult is putting a ton of resources into the sulfur cave. I don't know if they're hiding guns or drugs. I just know that place is important to them. Engelengraf. Oké, laten we eens kijken. Preppervoorraad. Oh, dat is hier niet ver af. Gaan we dat dan gaan nog doen, hè? Oké, we zijn in de buurt gekomen. We horen de slangengrot. Oeps. Hey. Ja, sorry man. Was niet de bedoeling dat ik je had geraakt, maar... Het is redelijk inaccuraat wapen, dus ik zal maar verwisselen. Oké, we komen in de buurt van de preppervoorraad. Oké, laten we eens kijken. Aan iedereen die dit leest, ik heb gezien dat Peggy's dode angels in de kloof bovenaan de heuvel gooiden. Die opening kan worden gebruikt om de grot in te gaan en de uitrusting te stelen die ze daar bewaren. Oké. Dus hier kunnen we niet in, dus dan moeten we hier bovenop dan maar geraken. Hè. Vraag me eigenlijk af of dat deze prepper voorraad een gemakkelijke is of een moeilijke. Soms kunnen we dat op een minuut krijgen en soms zijn we daar 10 minuten mee bezig of langer. Dus hier moeten we ergens in een grot kunnen indalen of zo. Proberen rondom te cirkelen. Ah, ik heb geen werpmessen meer, dat is minder. Ja, bordjes. Oké, dus we moeten hier op een of andere manier zien in te geraken. Fiet de voorraad. Oké, dus we hier naar beneden gaan, zou ik normaal gezien wel moeten vinden. Oké, laten we hier overspringen zo. Oké, ik ben in het water gekomen en ik heb precies goed verbrand. Oké, dit is iets moeilijker precies als anders. Kan geen kwaad.
kijken weer onderdoor, ja. Ik ben in het zoekgebied. Oké, kom in de buurt. Rugzakje. Oké, en nu. Zo dan. Oké, tot dat goed timen, dat we aan de overkant geraken. Oké, ongeveer. Ik heb de zipline aan de overkant. Dat is goed. Daar kan ik niets mee doen. Oké, waar is die buit? Waar is die buit? Oh! Wow! Sorry hondje, maar ja, ze me maar niet aanvallen. Aha, hier moeten we zijn zeker? Ja! Engelengraf, voltooid. Allemaal meepakken. Preppervoorraden die leveren veel op ze. Oké, nu moet ik hier alleen nog zien uit te geraken. Staat die deur nu gewoon open? Zo, dat was het voor deze aflevering van Far Cry 5. We hebben die missie voor de sheriff kunnen vervolledigen, alsook hebben we een preppervoorraad kunnen terugvinden. Vond je deze video leuk? Vergeet niet die like-button een smash te geven. En wil je meer zien over Far Cry 5 of andere video's op dit kanaal? Ja, vergeet je dan ook niet zeker en vast te abonneren. En ik zie jullie in een van de volgende video's. The Crest, signing off.